Met Thomas Acta weet je nooit welke kant het op gaat. Van liedjeschrijver tot columnist, van regisseur tot auteur. Zijn boek Scenario schiet gericht alle kanten op. Het tilt je op, het zet je neer. En als je denkt dat je het snapt, brengt Acta je alweer naar een andere plek in zijn verhaal. In dit gesprek praat ik met Acta over de manier van schrijven en hoe je het doel voor jezelf niet uit het oog verliest. En zo de lezer aan het eind van een bewogen verhaal weer met beide voeten op de grond kan brengen. Welke thee heb ik gebruikt? Dat is van belang. Ik heb twee thees. Voor welke thee is welke thee? Weet ik niet, maar ik kan deze doen. Ooit moesten we zoveel handtekeningen zetten, Paul en ik, ik zag mijn handtekening veranderen op een gegeven moment. En deze was dan makkelijker. Het scheelde weer een boog. Vind je lid werd? Ja, veel mensen. David Bowie, ja. Veel schrijvers, veel zangers, ja. Vroeger dachten ze dat het een ziekte was. Ja, maar het is een soort artistieke aantekening, geloof ik. Ja, misschien moet ik maar eens trainen om met mijn links te tekenen. Nee, ik denk dat je bijzonderder bent als je rechts bent. Ja, ik heb het boek ook met veel plezier gelezen. Ja? Ja. Oh, fijn. Dat is echt leuk. Grappig boek, hè? Ja. Grappig en spannend, dat je denkt, waar gaat het nu toch heen? Ja, en ook hoe het telkens weer een andere wending kan krijgen. En wat ik ook met wat je acteren vindt en bijvoorbeeld in dit boek en ook met de nummers, dat het een beetje voelt alsof het iemand overkomt. Dus van ja, heb ik weer. Ah ja. Is dat bewust of gaat dat een beetje prompt? Nee, maar dat is wel datgene waar je over schrijft misschien of zo. Niet zozeer wat je bezighoudt of verzint, maar dat wat je overkomt, ja, dat is misschien hetgene wat de duidelijkste emotie maakt of zo. De verbazing, ik weet het niet zo goed. Je denkt daar zelf niet over na, dus als dat jouw constatering is, dan zal dat wel. Er schijnen ook mensen afgestudeerd te zijn op de UvA, of op de UvA geloof ik is het duidelijk. De grootste these was dat er meestal een plaatsaanduiding, een persoonsaanduiding en een situatie, zoals in de film inderdaad, zoals een film begint, dat wist ik niet. Vond me interessant. Ja. Maar inderdaad, als je kijkt, Herman op de zon op een terras, dat Herman in de zon op een terras is vrij duidelijk. Maar ze zijn niet allemaal verhalen. Ik weet het niet. Ik denk daar zelf niet over. Nou, ik heb dit boek. Dit verhaal is bewust geschreven om het verzinnen salonfaaiig te maken, zeg maar. Het is heel leuk om het is niet echt Baron van Munchausen, maar het is zo leuk om een verhaal te verzinnen, daarom heb ik ze op de scenario schrijfschool gezet, op de filmacademie. Alleen het lab, het neemt ze weg. En de een vindt dat niet erg, dat het een loopje met hem neemt en dat het volledig overspoelt. Die vindt dat enorm leuk en die ander die vindt het verschrikkelijk, die wil de hele tijd controle hebben. Dus dat is grappig, leek mij. En ik heb dit boek bewust in New York geschreven ook steeds. Dus als ik klaar was met een tour, ging ik naar New York. Als ik klaar was met Fiddler on the Roof of een pauze had, dan op een 3 weken pauze ging ik lekker in New York zitten. Ja, want je bent naar New York gegaan om, daar was je al heel vaak en ja. Je bent echt een groot fan van New York. Ja, dat is prettig. Nou. En daar ben je ook daadwerkelijk de Scenario Film Academy gaan volgen. 2006, ja, maar toen wist ik dus nog niet dat ik een... Met die intentie is het ook niet geschreven. Ik wist niet eens dat ik een roman zou schrijven toen ik in 2006 in New York ging wonen. Of dat ik een filmscript zou schrijven überhaupt. Ik was een Calvinist op vakantie, zeg maar. Dus ik had een half jaar, ik moest wel iets doen, vond ik zelf. Dus ik dacht, van 11 tot 2 ga ik naar school en dan kan ik de rest gratis door de stad lopen. Alleen het bleek een veel intensievere cursus dan ik had verwacht. Ik was tot 8 uur 's avonds bezig met de lessen. En daarna viel ik dood op mijn slaap. En dus werd net op tijd wakker om weer naar de academie te gaan. En wat maakt het zo zwaar? Want je hebt daarvoor al wel 15 stukken geschreven en heel wat... En 30 films gemaakt dat volgens mij toen. Maar ik had er nooit zo over nagedacht. Het is, daarom als je dit boek leest ook... Je kan eigenlijk scenario schrijven als je klaar bent met lezen van dit boek. Want ik heb alles gebruikt wat ik geleerd heb. Ja, ik zag dat. En ik heb gewoon alles uit de lesboeken teruggehaald zodat het klopt. Er is een inciting incident, iets gebeurt er, dat
beïnvloedt de hoofdpersoon zodanig dat hij tot actie overgaat. Dan komt hij op een midpoint van het verhaal, waarbij meestal iemand zegt, you know, anything can happen now, of I have a very bad feeling about this, that's another midpoint. Dan krijg je de now or never, de held heeft nog één kans nadat het 5 keer mislukt is, om het goede te doen. En dan krijg je de climax, het lukt, of het lukt niet natuurlijk, wat geestiger is. En dan krijg je dan de twist, dat het toch anders zit dan je denkt, en dan moet je de bioscoop uit, dat is heel leuk. En was het niet gek voor je dan om te leren dat het een truc is? Nee, omdat, dat zei je leraar ook, het is geen truc, het is een guideline, hoe zeg je zoiets, een routekaart of een zo'n register, ja. Als je geniaal bent, dan kun je het zonder, maar dat is 2 scripts op de 100.000, zei hij, die volledig uit het niets geschreven zijn. Als je het niet doet zoals ik, dan ben je op bladzijde 28, is iedereen dood, is de aarde vergaan en zweeft je hond alleen door de ruimte, zoiets. Dus je moet het, en dat is waar, iedereen heeft wel eens een roman proberen te schrijven of een lang verhaal of iets, en dan ben je op bladzijde 28 en dan denk je, fuck. Ja. Ik zou zo graag dat ze met elkaar spraken, maar die heb ik al dood laten gaan op pagina 14. En de diner bestaat ook niet meer. En het is een hele handige methode, niet dat dit een lesboek is hoor, dames en heren. Maar de methode van die leraar was wel dat je nooit een writersblok hebt. Dus je schrijft het helemaal uit, je hebt bedrijf 1, 2 en 3. 1A, 1B, 2A, 2B, 3. Daar zitten sequences van scènes in. Dit gebeurt er, dat gebeurt er, dit moet er gebeuren. Dat zijn scènes daaronder weer. Nou, als je dan die scène, dat je denkt, ik weet niet, reizen we een groene Cadillac, reizen naar Amsterdam of Los Angeles, denk je, nou, kom op, wacht. Eerst ga ik dat ze zelf moet blijven, want ik weet dat ze zelf moet blijven. Eerst ga ik die scènes schrijven. En zo kun je altijd, elke dag schrijven. En schrijven schrijft ook zondag, zei hij. Wat interessant was, want hij was Joods. Dus oh, sowieso schrijft hij dan. Nee, dan ligt het leven sowieso even verschil. Ja, nou ja, op zaterdag weer. Dus dat is wel grappig. Alleen hij zei, ja, je moet elke dag schrijven. Dus dat was wel. En dat deed je daarvoor nooit? Nee, ik had daarvoor alleen maar theatershows en liedjes geschreven. De theatershows zijn ook verhalen natuurlijk. Ja. Dat, en een groot verhaal, dus er zit een boog in, er zit een... Maar ik had er nog eens over nagedacht. Kennelijk heb ik mazzel gehad met het theater. En mijn eerste boek ook. En dat heeft geholpen wel, het theater? Of was dat meer een beetje last aan je bij van, ik dacht dat ik er was, maar nu moet ik eigenlijk alles loslaten wat ik ken? Wat bedoel je? Oh, dat ik dat al wist. Ja. Jawel, oh, ik weet niet of ik dat verteld heb in het boek, ik weet niet alles meer. Er is een, ik had ruzie met die leraar op hem, of ruzie. Hij zei, I have to throw in the towel, I can't help you, because you're not following my method. Dat was heel dramatisch, dat hij, can't help you with this if you don't follow my method. Maar ik wist niet wie mijn hoofdpersoon zou zijn, de jongen of het meisje, in een script. En toen heb ik een printer gekocht, want die had ik niet, en mijn kleurenprinter, dan heb ik op de pagina verdeeld en als hij de hoofdrol was, dan is zij de hoofdrol, lichtblauw en paars. En toen heb ik dat ingeleverd en toen keek hij me aan, zo zonder dat, dan kijk ik even naar het blaadje, toen keek hij me aan. Hij zei, oké, just sit down, want eigenlijk was ik, zou ik weggestuurd worden. Na 3 keer? Nee, ja precies, maar na 3 weken was dat. Ah, ja. Eigenlijk was ik, moest ik weg van. Dus ik leverde dat in en toen keken ze, just sit down. En toen vroeg ik aan het eind van de les, waarom mocht ik blijven? Hij zei, I googled you. Ik zei, maar, well, you did 12 shows, you did 30 films, you probably know what you're talking about. You sit the fuck down. Dus dat was, ik had het overleefd op ervaring, maar ik wist nog steeds niet dat ik moest doen. Ik was, we moeten ook heel veel Sudoku puzzels moesten maken. Ik moet helemaal niet vertellen over de academie, maar over het boek, maar het is wel interessant. Ik had nog nooit een Sudoku puzzel gemaakt. Heel moeilijk. Ik niet. Oh, moest, ja, ja. Hem moest je er 3 per dag maken. En ik begrijp niet waarom, maar het is, als daar een eentje staat, scène 1, dan hoef je daar niet nog een keer scène 1 te doen. Als je daar scène 2 hebt, hoef je daar scène 2. Scène 1 kan alleen maar hier, omdat daar scène 2 staat. Dus er zit de logica in. En ik zag het gewoon niet. Ik had de hele woonkamer, al mijn aantekeningen, had ik voor me neergelegd. Ik heb een enorm glas wijn ingeschonken. Toen ben ik gaan zitten en na 1,5 uur zag ik ineens de boel oplichten. Oh, wacht. Als dit gebeurt, dan gebeurt dat. Dan... Oh, ineens, als in een film kon ik alles, dan stapte ik dan. Toen was het leuk. Een soort Beautiful Minds idee. Ja, het weet je met de 13 ook, dat al die... Ja, het was echt letterlijk dat. Misschien was het een iets te groot glas wijn. Maar ineens snapte ik het. Als dat daar, als dat zus. Oh, natuurlijk.
En dan is die methode, dat is ook in dat boek, daarom spelen zij ook met die methode. Want je denkt, oké, dit is plot. En dan gaat het weer om. En dan denk je, goed, dan is dit het plot. Nee, dan gaat het weer om. Dan gaat het weer om. Ik vond, toen ik tegen de uitgever zei, het plot gaat 5 keer om. Toen zei ik, oh mijn god. Laat maar lezen dan. Maar het is wel te volgen als je oplet, toch? Nu je dit ook zo vertelt. Het boek gaat natuurlijk ook van, schrijf wat je kent. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. De twee, een van de beste. Oscar en Sam, die gaan aan op pad en die maken een ander vel aan een taak die niet helemaal voor hun is weggelegd. Oh, dat kun je wel zeggen volgens mij. Het is eigenlijk leuk. In het eerste boek is die jongen, die popster, die valt af per ongeluk en die krijgt een heel gezond leven. Maar het is allemaal per ongeluk. Hij wil het wel, maar alles wat hij daarvoor doet, lukt niet. En dan gaat hij per ongeluk op de toch aan de goede kant van het gewicht, van de rust in zijn hoofd, van de loutering. Dat is per ongeluk. Dat is kennelijk een thema bij mij. Dat het je gebeurt. Ja. Het leven gebeurt. En deze jongens willen heel graag scenario's schrijven. Maar ondertussen zitten ze midden in een fantastisch scenario wat ze maar niet kunnen opschrijven. Omdat ze geen tijd hebben, omdat ze zichzelf steeds vooruit hollen. Twee jongens raken betrokken bij een afpersingsschandaal van de buurman. Er wordt een foto onder de bus. Onder de deur gedaan bij hun dat de buurman iemand anders gezoend heeft. En de leraar zegt, ga ertussen zitten, want dan valt het script zo in je schoot. Je doet wat hij zegt, schrijf je op. Je doet wat hij zegt, schrijf je op. Klaar is Kees. Alleen dat kunnen ze natuurlijk helemaal niet. En die ene vindt het geweldig en die andere die is alleen maar in paniek. Die denkt alleen maar om. Ja, die denkt, maar god, wat ben ik nou weer aan het zeggen. Je schrijft natuurlijk over datgene wat je kent. Ja. Nou ja, dat is. Maar er is ook een tussenwereld van tot. Totdat je het op papier komt, er zit een iets in dat je iets, de creativiteit eigenlijk. Nee, dat is, je moet niet alles schrijven wat je weet, want dan wordt het ook een saai boek. Maar het idee was, en dat die leraar mij vertelde, en dat vind ik ook, heb ik gebruikt in het boek. Als je schrijft, schrijf over wat je weet, want daar weet jij het meest van. Dus eigenlijk bedoelt hij, je kan schrijven over een Senegalese automonteur die een been mist. En dat uiteindelijk vindt in China, zeg maar. Maar je weet daar niks van. Je bent niet in China geweest, je bent geen automonteur, je bent geen Senegalese man. En je hebt allebei je benen nog. Dus je moet overal research voor doen. Om dat verhaal. En dan nog is er iemand, waarschijnlijk die Senegalese man met één been, die in China gewoond heeft, die een beter verhaal heeft te vertellen dan jij. Dus vertel nou wat jou gebeurd is. Wat jij interessant genoeg vond om een verhaal over te schrijven. En dat kan natuurlijk aan alle kanten misgaan, maar zoals bij het eerste boek, wat gelukkig goed ging, er weten weinig mensen meer van in een duo zitten 20 jaar lang, ja, dan dat ik dat doe. Paul weet dat waarschijnlijk ook waarschijnlijk een gedeelte ook van. Maar wat ik bedoel met, wat die leraar bedoelde met schrijven over wat je weet, als datgene wat de inciting incident in jouw leven is, namelijk dat je moeder overreden is door een roze Buick waar Elvis in zat, dat is een goed begin van het verhaal, zeg maar. En dan jouw jacht op Elvis om, snap je, iets. Maar jij was degene, wiens moeder, en dan weet jij daar het meeste van. Dat is eigenlijk. Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel schrijvers zijn die hun eigen verhaal helemaal niet zo boeiend vinden. En daarom is er weer de andere kant, want dit verhaal is louter en alleen begonnen omdat ik een interview las met John Irving en die zei, gaat er iemand nog een verhaal verzinnen of moet ik constant iedereen's jeugdherinneringen tot een romannetje gevangen zien? Toen dacht ik, ja, waar is dat eigenlijk gebleven? Ja. Een goed, fantasievol verhaal dat je meeneemt, dat je denkt, ja, die ken die mensen niet, ik zal het nooit meemaken. Maar wat heb ik gelachen en dat was een leuke avontuur. Aan het eind van het boek zit daar nog iets ineens met die Sam natuurlijk. Wat het leuke is, dat die hebt Sam en Os, leg ik maar uit voor de mensen, en Oscar is de rustige, bedachtzame, uit zijn vrijwillig isolement getrokken ex-popzanger die ook maar zo op de academie terecht kwam. En Sam is de fanatieke, flamboyante acteur die alles leuk vindt en met iedereen meegaat en een soort blije puppy van 35 is. En op het moment dat ze in de les zitten van de tijdslijn, dus hou wel je tijdlijn in de gaten, want het moet wel kloppen in het verhaal. Dan zit die Os niet op te letten en dat komt vrij leuk uit als uiteindelijk die Sam
moet vertellen waarom hij te lang in Amerika is. Nou, ik kan het niet verraaien, maar dat is erg leuk, dat soort dingen om te verzinnen. Ja. Ja. Ik heb ook een paar keer gedacht, wat een onzin heb ik nou weer. Dan belde ik de uitgever en zei, stuur het contract maar terug, het is kolder. Maar toen dacht ik, maar als ik dit weggooi, ik kwam in New York aan een keer, dan had ik al 168 bladzijden geschreven. Ik vond helemaal niks. Dan heb ik een heel lange wandeling gemaakt. Toen heb ik 4 zinnen opgeschreven wat ik goed vond aan dat erin stond en heb ik het helemaal wegflikkerd. Dan ben ik weer opnieuw begonnen. Doet dat pijn? Even? Nou, het doet pijn om aan zo'n dood paard te blijven trekken. Je kan beter opnieuw een nieuw veulentje nemen en dan zeggen, kom, we gaan de wei weer in en gezellig dartelen. Maar het was niet goed. Het was ook echt niet, en ik begreep het niet. Ja, het is met een lied ook vaak. Het eerste couplet dat je schrijft kun je best wel weglaten. Je kan beter hit the ground running, zoals ze dat zeggen. Maar het is wel nodig om tot het... Ja, daarom schrijf ik ook zoals jij met zo'n kladblok. En dan leg ik daar een vel en leg ik daar, want halverwege denk ik, oh fuck, ik heb dat nodig. Waar is dat ene couplet? Daar heb ik de helft van nodig. En als je mijn computer schrijft, ben je het kwijt. Ja. Ik heb wel eens geprobeerd, maar dat wordt helemaal niks. Nee. Dus ik schrijf altijd met papieren, papers. Ik bewaar ze ook nog, tot het nummer opgenomen en gespeeld is, want anders... En daarna neem je het pas af, zeg. Ja, daarna verscheur ik het. Maar als je voor dit boek hebt, zo'n doos aan aantekeningen. Ja. Dat moet bewaard blijven tot op een ander... Ik weet bijvoorbeeld, er zit een The 5 Minutes to Toronto. Dat ze gaan een film insturen voor het filmfestival in Toronto in 5 minuten. Maar er stond alleen maar op mijn post-it 5 Minutes to T. En ik heb er 2 weken over aan de achterkant waar het was. Ik wist het gewoon niet meer. En toen heb ik het wist, oh ja, maar fuck, dat is plot. Kera, dan doet het 5 jaar voordat ik een boek geschreven heb. En heb je dan ook dezelfde ingrediënten gebruikt voor je nummers als dit? Want jullie nummers gingen veel over liefde, vriendschap, de dood. Mm-hmm. Dat zie ik hier ook wel een beetje terug. Ja, dat zijn waarschijnlijk de enige thema's die ik... Het boek gaat over de lol van het verhaal verzinnen en daarin verstrikt raken. Maar liefde, vriendschap en de dood, dat zijn alle onderwerpen ook wel zo'n beetje. Je zegt, nee, dit is niet zo, want dit niet gaat over voetbal, ja, maar het gaat over de liefde voor voetbal. Ja. Of over een dode voetballer, of, snap je? Of over de vriendschap die ontstaat bij het voetballen. Dat is, ik denk dat ik dat met elk onderwerp probeer eens, dat heb ik nooit gedaan. Ja. Noem het een onderwerp van een lied. Het gaat altijd over liefde, vriendschap en de dood, denk ik. Maar vaak wel, ja. Ja. Ik hou niet zo van mensen die alles stellig beweren, dus nee. Slag om de arm. Maar het grotendeel is inderdaad wel. Dat denk ik, toch? Ja. Dit idee voor dit boek is me toevallig binnengeschoten tijdens het zwemmen. Ik had zwemtraining. En toen, dit boek kwam uit en toen las mijn zweminstructrice, die inmiddels is een oud-Olympisch kampioen, die is nou bondscoach geworden geloof ik. Die appte mij vanuit Boedapest en zei, dat komt me bekend voor het verhaal. Ik zei, wat bedoel je? Dat heb je ingesproken. Want ik was aan het zwemmen. Toen kwam ik dat idee. Toen zei ik, geef me je telefoon. Ik moet iets inspreken. Toen heb ik het ingesproken. Dan hebben ze het naar mij gestuurd. Alleen ik was te lang kwijt. En toen hebben ze het nog een keer opgestuurd. Daar staat in. Een man wordt wakker. Midden in de woestijn van de vader. De man wordt het land uitgezet. De man ben ik. Dat is alles wat ik had. Hij is niet wie hij is. Zeg maar, dat is wat uiteindelijk het plot is. Maar dat is, het duurt bij mij heel lang voordat het eerste boek... Schreef ik wel zonder de methode, zeg maar. En dat had alleen maar als mazzel dat... Ik deed wel de methode. Elke scène is van iemand. Dus het is, wat wil Henk? Henk wil Piet dood. Iemand is er tegen. Ik neem aan Piet in deze veronderstelling. Wat gebeurt er? Of gaat het Henk lukken Pieter doden? Dan is het antwoord ja maar of nee maar. Dat is een goed scenario. Want het moet blijven gaan. Dus gaat het Henk lukken Pieter doden? Ja, maar Piet komt terug naar de dood. Dus dan is het volgende scène van Piet. Of gaat het Henk lukken Piet te doden? Nee, want Piet doodt Henk. Oh, nou dan is de volgende scène ook van Piet. Of Henk slacht zijn hele familie af van Piet, behalve Piet. Oh, dan zou het wel eens kunnen dat de volgende scène van Henk is die opgejaagd wordt door Piet, zeg maar. En dat had ik per ongeluk gedaan met het eerste boek. Ik eindigde elk hoofdstuk met de vraag dat ik de volgende dag zou gaan zitten en denk, hoe ga ik me hier uitredden in godsnaam? Dan heb ik een eenbenige indiaan die de hele dag stoned is verzonnen. Prima.
Ja. Wat ik daar nou weer mee doen? Wil je daar maar eens uit? Ja, precies. Nou, dat is leuk. Daar ging ik zitten. Dat is misschien... Heb ik deze getekend? Ja. Die... Nou ja. Dan in het eerste boek. Ik weet eigenlijk niet... Deze hier zijn de seksscènes wel aardig in... Tenminste, ze zouden eventueel opwindend kunnen zijn. Ja, er zitten er een paar in. Maar in het eerste, ja, dat is een vriendin. Ik was ook weer met het boek bezig. En toen waren we aan het wandelen. En toen zei ze op een gegeven moment, zit er wel seks in? Ik zei, nee, zit er geen seks in. Nou, dat ga ik niet lezen, zegt ze. Ik denk, oh kut. Er nog een paar tussen. Nou ja, hij zit niet in de seksscène. Dat is de hoofdpersoon, de verteller. Maar in het eerste boek is elke seksscène mislukt. Omdat ik die om 5 uur 's ochtends schreef. Ook verder in New York, maar toen zat mijn dochter naast mij, die was 1,5. En die zat Nijntje te kijken, dus ik kon mezelf niet een beetje opgewonden zitten schrijven. Terwijl ik met mijn dochter naast me straks weer een nieuwe aflevering van Nijntje op moest zetten. En toen dacht ik, oh dat is leuk, ik ga elke scène laten mislukken. Alles gaat verschrikkelijk mis met die jongen, dat vind ik wel leuk. Ja. Je hebt gelijk, dat overkomt de hoofdpersoon. Zoals het leven je overkomt. Lennon, life is what happens to you while you're busy making other plans. Als je dood bent, word je alles vergeven, hoop ik. Dat neem ik wel aan. Ik ga lekker met het tekenen. Ja, ik wil je graag bedanken. Oh, dat was hem al. Dat was hem alweer. Ik ben net begonnen, joh. Erg gezellig, Joost. Ja, dankjewel, ik ook. Bel me maar op als je er doorheen raakt, dan kom ik wel weer zien. Zeker. Hartstikke leuk, dankjewel.